Mooi aan alle supporters sjaals uitgereikt die u uitgebreid in beeld heeft kunnen zien. Ter herdenking aan deze ontmoeting Utrecht-Zenit. En laten we hopen dat het dan een mooie herinnering wordt. Dessers goed de bal afgepakt. En hier de kans. Oh, verkeerd aangenomen. Kans weg. Nee, nog niet. Zenit. Ja, nu wel. Dit zijn toch de mogelijkheden. Paas van der Maarden. Daar in het centrum. Moeten ze nu aan de bak. Ja, dat scheelt nog wel een stukje hoor. Schot van Kluivert. Maar weer zit Utrecht er daar aan die kant, bovenop. Korpot en Dick Advocaat uitgenodigd, uiteraard. Braafheid. Dat is een uitstekende paas op Kluivert. En die bal terugleggen. Nou, een goal! Nou, de herkansing dan, nu dan! Nee! Hoe is dat toch mogelijk? Nou ja, je ziet dat het mogelijk is, maar Utrecht vergeet zich hier te belonen. Dit moet 1-0 zijn. De geweldige paas van Braafheid. Kluivert, daar is hij dan toch weer. Laten ze zich weer in de luren leggen. Uitstekend teruggelegd. En tot twee keer toe is het niet besteed aan Dessers. En de eerste keer kun je nog zeggen oké, okay, maar hier de tweede keer met links. Ja, dat had toch raak moeten zijn. Dat is ook wat Utrecht verdient, deze aanmoedigingen, deze steun. Want hij heeft het toch weer aardig voor elkaar. Ja, het is nog niet eens op de helft van deze eerste wedstrijd. Leandro Paredes. De hoekschop weer nemen. En weer wordt Ivanovic bereikt. Luid bejubeld, Daphne Schippers. Labiat. Kerk. Komt niet door de kopbal, maar daar is nog de rebound. Alles lijkt wel richting de doelman te gaan automatisch. Nu weer een schot van Ayoub. Maar die keren dat Utrecht prikt, zeg maar gerust steekt, dat levert ook het nodige enthousiasme op de tribunes. Ivanovic. Smolnikov. Oh, het balletje draait om Van der Marel heen. Er staat Braafheid op zijn post en wordt er een meter naast geschoten door Smolnikov. Dat is goed, Kluivert. Dat is goed. En nu Kerk. Ja, Kerk. En nu geven bij de tweede paal. Kan hij erbij? Ja, hij kan erbij. Maar de doelman ook weer niet in de rebound. Daar is dan de voorsprong. Daar is dan de voorsprong. Labiat. Het is zo verdiend. Goeie voorzet van Kerk. Dessers doet dat ook naar behoren. En dan Labiat die binnenkomt. Ja, dat balletje ertussendoor. En nu wie? Ayoub. Schot geblokt door Crisito. Zit zomaar 2-0 in hoor. Bal is lang onderweg. Troepé. Ja, via de cornervlag. Hoekschop aan deze kant. Ayoub met de hoekschop. Doelman met twee vuisten. Nou, Guttler. Weer een hoekschop. Geplaatste poging van Kluivert. Bal komt daar ver terug. En Kluivert met de binnenkant links. Sta op als je voor Utrecht bent. 1-0, zei ze. Ja, die hadden maar kijk op hebben. Vijf seconden, vier. Utrecht wint. Met 1-0 van Zenit Sint-Petersburg. En zet de weg voort. 2010 plaatst het zich voor de groepsfase via Tirana, Luzern en Celtic. En nu via Valletta, Poznan.
eerste stap gezet. Met die fraaie en dikke, dik verdiende overwinning op Zenit Sint-Petersburg.